Bestuur RTV Apeldoorn gaat advies van de raad aanvechten. Gisteren kregen we dan te horen dat de licentie van ons waarschijnlijk niet doorgaat. En nou ja, dit een van de laatste weken is dat we nog op de radio te horen zijn. En ik dacht bij mezelf, nou, things can only get better het volgend jaar. Alhoewel, ik heb er een heel hard hoofd in. Maar ja, een beetje positief, dat moet dan weer kunnen. En ik hoop dat dat gaat lukken met dit liedje. En zo klonk het vanmorgen vanuit de radiostudio bij RTV Apeldoorn. De gemeenteraad oordeelde dat Verlauwe Media Stichting de uitzendlicentie voor de komende 5 jaar moet gaan krijgen. 24 raadsleden stemden voor en 14 vonden dat RTV Apeldoorn de licentie opnieuw moest gaan krijgen. Dat was een enorme domper voor de ruim 140 vrijwilligers van de omroep. Voorzitter Arjan Speelman van RTV Apeldoorn deelt dat gevoel. Dat zijn twee dingen die bij mij beklijven als ik de raadsvergaderingen op me laat inwerken. Het ene is, met één woord, hartverwarmend. Hartverwarmend hoe een aantal van de partijen in de gemeenteraad heel duidelijk aangeven hoe wij geworteld zijn in de Apeldoornse samenleving. Hoe wij goed bezig zijn met onze vrijwilligers en hoe ze graag willen dat we dat blijven doen. Ook hartverwarmend, zoals verwezen werd naar de adhesiebetuiging. Wat ik verontrustend vind, is dat er eigenlijk weinig echt aandacht werd besteed aan wat onafhankelijke externe deskundigen hierover gezegd hebben. En wat ik bij sommigen ook proefde, het gemak waarmee even gezegd werd van nou, 144 vrijwilligers. En ik daar weinig waardering en respect voelde voor de mensen die hier dagelijks, zoals jij ook, bezig zijn om nieuws te maken. Dingen online te zetten en goede radioprogramma's te maken. Ja. Dat is wat me erin opviel. Op het gebied van social media zou de omroep onder de maat hebben gepresteerd, was het oordeel van zowel de wethouder als een deel van de raad. Speelman kan dat uitleggen, maar legt ook uit wat er zoal mis is gegaan tijdens de aanvraagprocedure. Wij zijn al 10 jaar lang bezig om te proberen ons te verbeteren op online en social media gebied. Daarin heeft het ons niet altijd meegezeten. Dat is ook wat Guus van Kleef van Omroep Gelderland duidelijk aangaf. Dat wij graag willen samenwerken, dat we graag willen verbeteren daarin. Maar dat ook Omroep Gelderland even andere dingen had te doen. Daarnaast heb ik ook gewoon in mijn gesprek voor de raad gezegd bij de PMA. Luister eens even, er waren goede redenen waarom we daar even niet bezig mee konden zijn. En nogmaals, het is prima dat we daaraan herinnerd worden dat er wat aan moet gebeuren. Dat is ook de reden waarom we gewoon ook een plan hebben neergelegd, wat ook alle fractievoorzitters hebben, waarmee wij op korte termijn zeggen van we willen een sprong voorwaarts maken op online social media gebied. En waarvoor we ook vorige week de Van Lauwe Media Stichting hebben uitgenodigd om mee te werken, om dat plan goed uit te werken, om echt een sprong voorwaarts te maken. En ook bijvoorbeeld hun bedrijfsplan aan ons te sturen, want dat kennen wij tot nu toe niet. Dat weten we niet. Dus wij weten niet veel echt van de Van Lauwe Media Stichting. En dat willen we wel graag weten. En we willen graag gebruik maken van hun expertise. Die brief hebben we hun gestuurd. En die uitnodiging ligt er nog steeds. Oh, want het is de media beweert dat RTV Apeldoorn niet graag wil samenwerken met die club. Nou, maar ik hoor nu iets anders. Dat klopt. Nogmaals, we hebben die brief aan ze gestuurd. Waarin we ook zeggen van jongens, begraaf het verleden. Hè, blijf daar niet in hangen. Toch moet ik daar even iets over zeggen, want ik kan ook het document laten zien wat er 5 jaar geleden lag van de intentie tot samenwerking tussen RTV Apeldoorn en de Van Lauwe Media Stichting. En we zijn bereid om dat gelijk weer op te pakken en op dezelfde manier daarin verder te gaan. Daarnaast, als ze zeggen over van ja, de samenwerking, dat zit niet goed, dan vraag ik me af hoe het kan dat we met zoveel andere organisaties al zo lang goed samenwerken. Ja, of dat dan bij ons zou liggen, ik denk dat andere organisaties daar anders naar kijken. Ja. Maar goed, het besluit is anders en nu? Er ligt een advies, komt er straks van de gemeenteraad, dat is duidelijk. Maar wij zijn er redelijk van overtuigd, we hebben in ieder geval een grote vraag bij of de procedure, of die zorgvuldig gevoerd is en of daar niet een aantal dingen mis in zijn gegaan. Er bleek gisteren wat raars te zijn over, laten we zeggen, een gemeenteraadslid die, samenwerkt met de Van Lauwe Media Stichting, in ieder geval in hetzelfde bestuur zit.
betekent bijvoorbeeld dat een raadslid bij informatie kon waar wij niet bij konden en die dat ook gewoon aan de Verlauwe Media Stichting kon geven. Dat voelt niet lekker. Is dat zo of is dat een gerucht? Nee, hij gaf zelf duidelijk toe gisteren dat hij dus in hetzelfde bestuur zit als Serge Poppelaars en Christian Geitenbeek. Maar u zegt dat er mogelijk sprake is dat er achter de schermen informatie gewisseld is. Dat zou kunnen, ja. Daarom vraag ik, is dat zo of is het een gerucht? Het is in ieder geval iets van wat ook door anderen in de gemeenteraad opvallend werd gevonden, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Wordt er nog onderzoek naar gedaan? Nou, waar ik graag onderzoek naar wil hebben, is wat door een aantal partijen die tegen het amendement hebben gestemd. En als je het hebt over geruchten, het gerucht is mij al eerder te orde gekomen dat wij allerlei beloftes gedaan hebben in het verleden die we niet hebben waargemaakt. Dat wij herhaaldelijk gevraagd zijn om dingen te veranderen en dat we daar niet naar geluisterd hebben. Dat is iets waarvan ik al eerder op gereageerd heb naar fractievoorzitters en waarvan ik gezegd heb van, ik heb gekeken in die stukken van 5 jaar geleden, ik kan het daar niet in vinden, je kan wat mij betreft de stukken krijgen, maar waarbij ik nu graag de mensen die dat zeggen en ook de raadsleden vraag om met documenten te komen waarmee ze dat kunnen staven. Hè? Je zei er net terecht van, kan je dat bewijzen? Ik zou graag willen dat ze komen met bewijzen. En niet om gelijk of ongelijk te krijgen, want daar schiet je niet zoveel mee op. Maar om die dingen dan mee te kunnen nemen in ons verbeterplan. En in de manier waarop we gaan zorgen dat we als lokale omroep zo goed mogelijk de behoeftes van de samenleving, dat we daarin voorzien. Want daar sta ik voor. En waar een tweede waarvoor ik sta, is dat onze vrijwilligers goede werkomstandigheden hebben. Daar kunt u mij ook op aanspreken. Ja, want dat is ook opvallend. Je had het er al net over, zo rond de 144 vrijwilligers. Ja. Heeft dat de raad dan helemaal niks gedaan? Ja, iedereen heeft kunnen luisteren. Het lijkt van niet. Kijk, het opvallende is dat tot nu toe mij en het bestuur geen berichten hebben bereikt van mensen die willen overstappen. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Daar is ook commentaar op geweest, hè? Tuurlijk. En welk commentaar bedoel je dan? Nou, van de partij 50PLUS. Ja. Die vond het heel irritant dat er nogal wat vrijwilligers op voorhand al hadden gezegd, we gaan niet over. Maar dat is toch, wat vindt u daarvan dan? Dat is toch hartstikke begrijpelijk. Maar kijk ook maar hoe je er zelf in zit. Wat weet je nou echt van de Verlauwe Media Stichting? Ze hebben een bedrijfsplan dat wij niet kennen. Ik wil nog steeds graag weten wie er in hun PBO zitten. Dat is mij tot op heden ook niet gelukt. Hè. Dat is toch een heel belangrijk orgaan voor een lokale omroep. Om te weten van het programma, hè, bepalend orgaan. Wie zitten daarin, wie representeren ze en wat voor opvattingen hebben ze. Nogmaals, tot op heden is mij dat niet bekend en heb ik er niet achter kunnen komen. Ik heb het gevraagd ook aan de ambtelijke werkgroep. Ik heb daar geen antwoord op gekregen dat had te maken met de privacy van de bedrijfsvoering, werd mij verteld. Dat vind ik bijzonder. Nee. Maar je kan toch niet verwachten dat wij als bestuur gaan zeggen van jongens, stap maar over, terwijl je niet weet waar mensen instappen. Samenwerken zou het toverwoord moeten zijn, maar heeft dat nu nog wel zin als er zo wordt tegengewerkt? Hebben jullie daar nu nog zin in of zeggen jullie van nou? Wij doen alles van wat we denken dat in het belang is van de Apeldoornse samenleving op het gebied van de lokale omroep. Dus nogmaals, wij hebben vorige week al een brief gestuurd naar de Verlauwe Media Stichting om te zeggen van wat ze zelf ook zeggen van jongens, laten we eens even ophouden met naar het verleden te kijken, maar laten we gewoon met elkaar zorgen dat er gewoon een zo goed mogelijke lokale omroep is in Apeldoorn. En een belangrijke kanttekening erbij. Wij gaan echt bezwaar maken bij het commissariaat voor de media vanwege, laten we zeggen, in onze ogen de onzorgvuldigheid die er is. Het kan zijn dat dat wat langer gaat duren, want dat is een ingewikkeld proces waar je juristen voor nodig hebt, waar je moet kijken naar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waarin we wellicht een beroep moeten doen op de wet openbaarheidsbestuur. Dus het kan best zijn dat dat gewoon wat langer gaat duren. Daarom hebben wij ook al gevraagd aan de NLPO of het misschien mogelijk is dat als dat niet lukt binnen een maand, om dan tijdelijk de licentie te verlengen. Om op die manier met elkaar goed te kijken van hey, hoe zoeken we dat uit? En ook geen tijd te verliezen om te zorgen dat er voor Apeldoorn een zo goed mogelijke lokale omroep is. Hoe staat die NLPO er dan tegenover? Want die heeft dat proces ook meegemaakt. Daar, hoe staat die erin?
Nou, daar heb ik van eerder al vanuit geciteerd in de PMA die ik gedaan heb. En daarin is ook niet, denk ik, bij iedereen goed binnengekomen. Is toch gewaarschuwd voor het risico wat je loopt. Als je zegt van je gaat met een partij in zee die eigenlijk alles nog moet opbouwen. En daarin werd zelfs de term gebruikt, en ik heb die mail ook liggen als mensen die willen zien. Dat ze zeggen van dit is kapitaalvernietiging met een onzekere toekomst. Dat is wat onafhankelijke externe deskundigen zeggen. En dat zijn deskundigen die door de gemeente Apeldoorn uitgenodigd zijn om het nodige toe te lichten, omdat het een complexe materie is, voor de PMA van 28 mei. Ik heb gisteren bij de tegenstemmers weinig gehoord over hoe ze dat wegen. Dus het is voor mij ook de vraag of dit nou een weloverwogen, gemotiveerde en zorgvuldige keuze is van de gemeenteraad. Ja, met andere woorden, ze hebben eigenlijk niet naar de deskundigheid geluisterd, naar uw gevoel. Daar lijkt het wel op, ja. Ja, en dat vind ik, wat ik eerder zei, betreurenswaardig. Ja. En ook eigenlijk een beetje verontrustend. Voor de luisteraars en de kijkers, wat gaat er nu de komende tijd gebeuren? Daar gaan we aanstaande dinsdag in het bestuur over praten. En na dinsdag zullen we daar weer met nieuwe berichten over naar buiten komen. Maar nogmaals, het is zeker niet het einde van RTV Apeldoorn. Het is het begin van een nieuw elan binnen RTV Apeldoorn. Okay. Mag ik nog één laatste opmerking maken van wat mensen kunnen leren mogelijk van het verleden? Het is een omroepland eerder vertoond dat mensen zeiden, we gaan iets nieuws doen. Jij zit te knikken. Ja. Weet je waar ik het over heb? Nee, maar ik hoor. Sport 7 zegt waarschijnlijk alleen de ouderen onder ons wat. En de mensen die dat niet gezien hebben, raad ik aan om te googlen naar Jos Staatsen. We gaan iets nieuws doen. Om daar te kijken hoe dat afgelopen is. Is met Tampa eigenlijk ook gebeurd? Nou ja, het gebeurt vaker dat mensen denken dat het heel goed is om iets nieuws te gaan doen. Maar daar inderdaad, zoals de externe deskundigen ook zeiden, oude schoenen weggooien zonder dat je enig idee hebt wat voor nieuwe schoenen je moet aanschaffen en in welke prijskatalogus dat staat. En dat of is ze ook passen. En of ze passen, ja, maar goed, de huidige schoenen passen ook niet altijd en zo af en toe moet je op de blaren lopen. Voorlopig is het bestuur van RTV Apeldoorn nog aan zet en zal de toekomst meer duidelijkheid moeten brengen.